Welke Pokémon zal het zijn? Het is. Wat is het? Ja, nice. Hier onder mij is een mass outbreak gaande. Ik moet die kant op. Dus het is tijd om een nieuwe shiny Pokémon te gaan vangen. Zou vet zijn als het Claw zijn. Dat lijkt me best wel een leuke shiny Pokémon. Ik zie hier een Shinx lopen. Dat zou natuurlijk ook heel cool zijn. Hey, hallo. Wat kom je doen? Laat even in de reacties weten welke shiny Pokémon jij hoopt dat ik vandaag tegen ga komen. Doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan krijg ik een critical hit op mijn hoofd, waardoor mijn Skyploom kapot is. Ik heb wel echt nieuwe Pokémon nodig, jongens. Want dit is gewoon mijn team. Een shiny Blissey en een shiny Skyploom. Voor de rest heb ik nog geen Pokémon in mijn team. Dus we moeten vandaag echt die derde gaan toevoegen. Oké, we komen in de buurt. Het is namelijk hier beneden. Welke Pokémon zal het zijn? Het is. Wat is het? Dreepy? Serieus? Dat is heel sick. Heel vet. Kan ik die een beetje verslaan? Welk level zijn ze? 21. Oh, die wil ik. Dan moet ik eerst een klein beetje gaan trainen. Ik moet iets sterker gaan worden. Ik moet gewoon even wat Necklies gaan verslaan. Een paar levels omhoog en dan gaan we die Dreepies hunten. Oh, dit is echt een van de beste Pokémon die ik kan tegenkomen in de game. En die kunnen we nu gaan shiny hunten. Oh, dit zou heel sick zijn. Oké, mijn Skyploom is nu level 25. Ik heb nu 5 Dreepies verslagen. Dit is nummer 6. Skyploom heeft het wel moeilijk. Ik moet hem af en toe wel wat healing geven. Nummer 10. Ja, Shiny Dreepy, die heeft een gele kop. Daar kan je dus op letten. Zijn lichaam is wel een beetje hetzelfde, maar zijn hoofdje ziet er anders uit. Dus, nu moeten we er weer 60 gaan verslaan, dan de picknickplek opzetten en dan wachten tot de Shiny weer komt. Nummer 59. Nu nog eentje. Kunnen we deze pakken? Ja, nummer 60. Oké. Dus nu kunnen we de picknickplek op gaan zetten en hopen dat die shiny Dreepy spawnt. Blissey, Skyploom, jullie krijgen er straks een maatje bij. Althans, dat hoop ik natuurlijk dat het gaat lukken. Nou, hopelijk kom ik zo weer bij jullie terug met een shiny. Hey, kijk eens wat hier vliegt voor mijn neus. Een draakie met een blauwe koppie. Ja, niet verdwijnen, niet weggaan. Ik wil met jou battelen. Ik wil jou vangen. Let's go! En ik vind deze zo cool. Wel gewoon nu een draken. Eigenlijk de beste draken. Draken-Pokémon uit die generatie. Een van de beste Pokémon uit die generatie hebben we nu gewoon hier. Ik ga hem proberen te laten slapen. Dat lukt niet. Hey, niet mij kapot maken, hè. Niet mij kapot maken. Ik wil jou wel vangen, vriend. Oh, ik word aangevallen door wespen of zo? Yo, infestation. Heftig. Oké, laat hem even slapen. Oké, heel goed. Ik heb het in deze challenge tot nu toe oprecht moeilijk gehad. Met mijn Skyploom, met mijn Blissey, want mijn Blissey kan bijna niet aanvallen. Mijn Skyploom had het ook lastig, maar met Dreepy erbij, dat wordt heel nice. Oké, Mega Drain heb ik ondertussen ook geleerd. Die gaat waarschijnlijk niet zo heel veel doen. Nou, valt nog mee, is not very effective, maar ik krijg er toch best wel wat HP voor terug. Blijf je nog even slapen? Hij blijft nog even slapen, dan ga ik nu gewoon mijn Pokéball gooien. Ik denk dat een quickball heel mooi past bij Dreepy. Ik hoop dat ik hem mag vangen in een quickball. Ik probeer altijd te matchen. 1, 2. Ah, jammer, we hebben hem niet in de quickball. Ja, dan ga ik hem toch maar nog een keer proberen te laten slapen. Kijk, al die andere Dreepies kijken, jongen. Ze zitten hier allemaal te kijken van... Nee, neem mijn broertje niet mee. Nou, dan gaan we gewoon voor een Great Ball die op zich ook mooi past. De Quick Ball was denk ik net wat mooier, maar de Great Ball is ook helemaal prima om een Dreepy in te vangen. En we hebben hem! De derde Shiny in deze Shiny Only Challenge. Dragon en een Ghost-type Pokémon. Oh ja, zo leuk. Hebben we gewoon straks een Shiny Dragapult in deze challenge? Hopelijk wordt hij zwaar overpowered. Ik denk dat Dreepy straks echt gaat carryen. En hier is hij hoor. Zijn Terra-type is trouwens Ghost. Dat is best wel interessant. Hij kent Bite, Quick Attack, Astonish en Infestation. Zijn special defense gaat naar beneden door zijn ability en zijn attack gaat omhoog. Dus ja, het wordt een hele aanvallende Pokémon dit. En zijn ability is Infiltrator. Dat houdt in dat als de tegenstander Barrier of dat soort moves doet, zodat ze hun eigen team dus beschermen, dan kan ik gewoon aanvallen. Dan heb ik daar geen last van. Dus ook wel nice. Ja, lekkere Pokémon hoor. Oké, Dreepies. Ik zal heel goed voor je broertje zorgen. Kom maar mee. Hij mag in ieder geval lekker nog slapen. Zo vliegend slapen. Er is alleen wel één ding. Dreepy evolueert pas op level 50. En hij leert geen nieuwe aanvallen. Dat is wel een klein probleem. Ga eens even kijken wat hij kan. We zijn nu bij de tweede gym. We moeten tegen Brazius, de Grass-type gym leader. Nemona komt ons nog even groeten van tevoren. We moeten even 10 Sunflora's gaan zoeken. Kunnen we gelijk ons Dreepy
eens even testen. Infestation is natuurlijk super effective, maar ja, die doet maar 20 HP damage. Of ja, geen HP, is natuurlijk attack power. Dus even kijken wat Bite doet. Die is 60. Oké, dit gaat prima. Zo te zien is Drippy in ieder geval toch wel useful. Ik dacht, misschien kunnen we die helemaal niet gaan gebruiken totdat die evolueert. Maar, het ziet er toch een beetje positief uit. Kom maar gewoon gezellig meelopen, Sunflora. Hoppakee, we hebben er nog één. En toen hadden we er weer 10. What up, Brassius? Daar gaan we weer. Ik heb Shiny Dreepy voor je meegenomen. Ja, die hebben we gewoon. Oké, ik heb nu 3 Pokémon voor deze tweede gym. Hopelijk gaat dit lukken. Een Grass-type gym. Ik heb geen super effective moves op Grass-types. Behalve, ja, die ene move van Dreepy. Maar die is eigenlijk best wel zwak. Ik denk dat het misschien slimmer is om gewoon Bite te gaan gebruiken. Hoppakee, op Petaleel. Dan moet ik hem, denk ik, 3 keer raak. Oké, dit vind ik niet leuk. Toen ik Dreepy wilde vangen, toen deed ik ook Sleep Powder. Maar dat is nu niet leuk. Ga jij nou al mijn Pokémon laten slapen, Petaleel? Is dit hoe jij dit wil gaan doen, deze battle? Oh, en dan Mega Drain. Oké, en dan langzaam al het leven uit mij zuigen, zodat jij weer full HP wordt, zeker. Niet oké, dit. Oké, ik ben alweer wakker. Lekker. Bite! Maak die Petaleel kapot! Oké, weer Mega Drain. Ik moet echt niet te makkelijk over deze gym battles denken. Want nogmaals, deze 3 Pokémon die ik nu heb, zijn niet de allerbeste. Maar dat vind ik juist super leuk. Dat ik dus alleen maar die shinies mag gebruiken. En het gewoon een beetje uitdagend wordt. Het wordt gewoon een beetje moeilijk. En dat vind ik best wel fijn. Oké, ik heb dus nu Petaleel verslagen met Dreepy. Ik heb zo'n voorgevoel dat ik voor de laatste Pokémon, dat is natuurlijk die Sudowoodo. Ik denk dat ik daar Blissey voor moet gebruiken. Want die Sudowoodo heeft misschien wel Rock Type. Attacks. Of ik kan natuurlijk ook terrestrializen. Laat ik nu Blissey alvast gebruiken. Goed gedaan, Dreepy. Je bent geslaagd voor je eerste test. Een ei tegen een olijf. Oké, ik ga mezelf even verdedigen. Wat een bakbeest is dit ding, hè? Die Blissey is zo groot. Oké, Smoliv gaat voor Razor Leaf. Doet bijna geen damage. Lekker. Ik ga mezelf lekker verdedigen. Misschien kan ik dit wel gewoon ook met Blissey helemaal oplossen dan. Maar ja, Blissey die kan niet aanvallen. Blissey is zo'n slechte aanvaller. Oké, ik heb nu 5 keer Defense Curl gedaan. Mijn verdediging is dus op zijn hoogst. En je ziet het ook, ja, er gaat 4 HP af als Smoliv me raakt. Mijn attack is heel slecht. Dus ik zal naar mijn special attack moeten gaan. Naar mijn Disarming Voice. Eens even kijken wat dat doet. Het doet genoeg. Gaan we deze tweede badge fixen, jongens? Dat zou zo lekker zijn. Maar ik moet niet te hard juichen, want straks heeft die Sudowoodo misschien ook wel een fighting attack. Ja, en dan heb ik misschien alsnog wel een probleempie. Maar we hebben Smoliv in ieder geval ook down. We liggen op koers voor de tweede badge. Ik ga toch maar niet wisselen, denk ik. Ja, Brassius, let's go. Sudowoodo, die terrestrialize natuurlijk, naar een grass-type Pokémon nu. Oké, ga maar alsjeblieft niet schoppen. Geen low kick of dat soort dingetjes. Laat me een beetje met rust, Sudowoodo. Oké, zie je Rock Throw? Ja, dat had ik al gedacht, hè. Is ook vrij logisch, maar het doet bijna geen damage op Blissey. Dit is op zich wel een aardige tactiek om gewoon Blissey helemaal de verdediging omhoog te krijgen. Dan is Blissey echt een beetje onverslaanbaar. Hopelijk krijgt Blissey ook nog betere aanvallen. Sudowoodo gaat nu voor Trailblaze. Dat doet ook niet zoveel. Ja, Blissey is wel mijn verdediger, hoor, in dit team. Ik ben benieuwd hoe goed Skyplum wordt als Skyplum nog gaat evolueren. Maar Blissey kan dit nu gewoon rustig uit gaan spelen. Het duurt heel lang. We gaan allebei heel erg aanvallen op elkaar. Maar ik zit vrij rustig in mijn stoel hier, hoor, moet ik zeggen. Dit gaat wel lukken. Ik mag nog eerst gaan aanvallen, ook dankzij mijn Quick Claw die ik aan Blissey heb gegeven. En dan is het klaar met Sudowoodo. En hebben we de tweede match te pakken. Doei, Sudowoodo. Blissey gaat nog een leveltje omhoog. Die wil takedown leren. Ja, dit ga ik niet doen. Kijk naar mijn attack. Die is 11. En dan ga ik ook nog mezelf damagen als ik deze move doe. Dat schiet niet op. Lekker Blissey. Lekker Dreepy. Sorry, Brassie. Nou, eigenlijk geen sorry. Helemaal geen sorry. Maar laat even weten in de comments wat jullie van Dreepy vinden. Knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Misschien ga ik in de volgende video weer een nieuwe shiny aan mijn team toevoegen. Het gaat heel erg lekker met de shinies. Ik vind het een leuke serie. Ik hoop jullie ook nog steeds. Ik zie jullie bij de volgende. Mazzel!